Welkom bij een nieuwe aflevering van De 10. De serie waarin we elke week de 10 meest besproken raadsels of personen van een bepaald onderwerp bespreken. Deze week de 10 grootste seriemoordenaars met de meeste slachtoffers. Nummer 10. Wang Qiang. 45 slachtoffers. Wang Qiang werd geboren op 16 januari 1975. Dat gebeurde te Budayuantown, een dorpje in de Chinese provincie Liaoning. Wang Qiang staat bekend als een van de meest notoire seriemoordenaars en verkrachters die China de laatste jaren heeft gekend. Hij beging zijn eerste moord in januari 1995 en werd gearresteerd op 14 juli 2003. Officieel heeft Wang Qiang 45 moorden op zijn geweten en 10 verkrachtingen. Sommige van deze verkrachtingen vonden postmortem plaats. Qiang stierf op 17 november 2005 in de gevangenis. Nummer 9. Alexander Pichushkin, 48 slachtoffers. Alexander Jurjevich Sasha Pichushkin staat ook bekend als de schaakbordmoordenaar en de maniak van Bitsa Park. Pichushkin werd veroordeeld voor 49 moorden tussen 1992 en 2006. Mogelijk heeft hij zoveel als 60 mensen omgebracht. De schaakbordmoordenaar begroef een aantal van zijn slachtoffers in het Bitsa Park, in het zuidwesten van Moskou, Rusland. Hij viseerde voornamelijk oude mannen, maar ook jonge mannen, meisjes en vrouwen. Vaak lokte hij zijn slachtoffers met een fles wodka die hij tevens als moordwapen gebruikte en vervolgens in de toegebrachte wonden achterliet. Pichushkin werd mentaal gezond bevonden. Zijn gedrag zou te verklaren zijn door een jeugdtrauma waarbij zijn frontale cortex werd beschadigd door een terugkerende schommel. De naam schaakbordmoordenaar komt van Pichushkins verklaring dat hij evenveel moorden wilde plegen als de vakjes op een schaakbord, te weten 64. Pichushkin trok zijn verklaring later echter in met de mededeling dat indien hij nooit gearresteerd was, hij altijd was blijven moorden. Nummer 8. Gary Ridgway. 49 slachtoffers. In de jaren 1980 en 1990 terroriseerde Gary Ridgway Washington State als de Green River Killer. Ridgway werd veroordeeld voor 49 moorden en bekende er meer dan 71. De Green River Killer vermoordde vrouwen en meisjes. De meeste van zijn slachtoffers waren prostituees. De bijnaam van Green River Killer ontving Ridgway van de pers nadat de lichamen van zijn eerste 5 slachtoffers werden opgevist uit de Green River. Ridgway wurgde zijn slachtoffers. Meestal deed hij dat met zijn arm, maar soms ook door het toebrengen van bondage. Daarna begroef hij zijn slachtoffers in de wildernissen van King County, waar hij regelmatig terugkeerde naar de lijken om er seks mee te hebben. Nummer 7. Anatoly Onoprenko. 52 slachtoffers. Anatoly Jurjevich Onoprenko bekende 52 moorden tussen 1989 en 1996. Omwille van zijn extreem gewelddadige methode werd hij tot het beest van Oekraïne gedoopt. Onoprenko koos stevast een geïsoleerd huis uit en lokte vervolgens de aandacht van de inwoners door commotie te veroorzaken. Vervolgens ging hij over tot het uitmoorden van het betreffende gezin. Eerst de man, dan de vrouw en als laatste de kinderen. Ook met eventuele onfortuinlijke getuigen van zijn moordgedrag werd afgerekend. Na zijn daden stak Onoprenko vaak de plaats van de misdaad in brand in een poging om zijn sporen uit te wissen. Nummer 6. Andrei Chikatilo. 53 slachtoffers. De slager van Rostov. De Red Ripper of de Rostov Ripper. Dat zijn de bijnamen van Andrei Romanovich Chikatilo. Minstens 52 kinderen en vrouwen vonden tussen 1978 en 1990 de dood in zijn armen. Chikatilo bekende zelf 56 moorden en werd in 1992 berecht voor 53 gevallen. Zijn moorden gingen vaak gepaard met verminking en verkrachting tijdens en of na de daad. Soms ging Chikatilo ook over tot kannibalisme. Zijn moorddrang vindt zijn aanleiding in seksuele impotentie. Chikatilo werd ter dood veroordeeld in oktober 1992 en geëxecuteerd in februari 1994. Zijn carrière staat bekend als een van de grootste schandalen uit de rechts- en politionele geschiedenis van de Sovjet-Unie. Nummer 5. Yang Xinhai. 67 slachtoffers. Yang Xinhai werd veroordeeld en geëxecuteerd voor 67 moorden. Daarvan bekende hij er zelf 65. Tijdens zijn killing spree tussen 1999 en 2003 pleegde hij ook 23 verkrachtingen.
Het maakt van de Monster Killer de meest productieve seriemoordenaar in de geschiedenis van China. Zijn methode bestond eruit in te breken in de huizen van zijn slachtoffers en alle huisbewoners, soms zelfs verschillende families, voornamelijk boeren, uit te moorden met bijlen, hamers en spaden. Xin Hai is een sadistische moordenaar. Hij kan niet om zijn moorddadig verlangen heen en schept plezier in de bevrediging ervan. Nummer 4. Pedro Rodriguez Filho. 71 slachtoffers. Pedrinho Matador. Moordenaar Petertje. Werd gearresteerd in 1973. In 2003 werd hij veroordeeld tot 126 gevangenisjaren voor 71 moorden tussen 1967 en 1973. Filho bekende zelf meer dan 100 moorden. Hieronder bevinden zich ook zo'n 47 medegevangenen die hij sinds 1973 zou hebben omgebracht. Filho's daden werden vaak ingegeven door wraak. Zo vermoordde hij zijn eigen vader nadat die diens moeder had afgeslacht met een machete. Hij rukte zijn hart uit en at er een stuk van op. Nummer 3. Daniel Camargo. 72 slachtoffers. In de jaren 1970 en 1980 verkrachtte en vermoordde Daniel Camargo meer dan 150 jonge meisjes. Camargo verkoos slachtoffers uit de lagere klasse. Hij deed zich voor als een verdwaalde vreemdeling en lokte hen met de belofte van werk. Vervolgens leidde Camargo zijn slachtoffers de bossen in waar hij hen verkrachtte en wurgde. Bij verzet stak hij zijn slachtoffers met een machete waarmee hij ook na de verkrachting en dood op de meisjes inhakte. Het motief van Camargo was een misogyne wraakgevoel ten aanzien van de vrouwelijke ontrouw en de onkunde van de vrouw om aan zijn ideaalbeeld te voldoen. Camargo werd in 1989 veroordeeld tot 16 jaar, de maximumstraf in Ecuador. In 1994 werd hij vermoord in de gevangenis door een neef van een van zijn slachtoffers. Nummer 2. Pedro López. 110 slachtoffers. Pedro Alfonso López werd beschuldigd van de moord op en de verkrachting van meer dan 300 meisjes. López werd bekend als het monster van de Andes toen hij in 1980 de politie naar 53 graven leidde, telkens van een meisje tussen 9 en 12 jaar. In 1983 werd hij schuldig bevonden aan 110 moorden, enkel in Ecuador. López bekende toen echter ook nog 240 andere moorden op vermiste meisjes in Peru en Colombia, waar hij geboren werd. Sinds 1998 is het monster van de Andes een vrij man. Interpol beval de Colombiaanse overheid zijn arrestatie naar aanleiding van nieuwe feiten in 2002, maar het is onbekend wat er vandaag van López is geworden. Nummer 1. Luis Garavito. 138 slachtoffers. Luis Alfredo Garavito Cobillos werd ook wel La Bestia, het beest, of Tribilin, Gofi genoemd. In 1999 bekende hij de moord en verkrachting van 147 jongens. Het totale aantal slachtoffers van het beest wordt op meer dan 300 geschat, waarvan vandaag nog altijd 172 zaken worden onderzocht. Garavito's slachtoffers waren minder bedeelde kinderen, boerenkinderen en straatkinderen tussen de 8 en 16 jaar. Hij lokte hen met geschenkjes en een kleine som geld. Nadat hij zo hun vertrouwen had gewonnen, putte hij de kinderen uit tijdens een lange wandeling. Wanneer zij moe waren, verkrachtte hij hen en sneed hen de keel door. Meestal werd daarna ook overgegaan tot het afsnijden van de ledematen en andere verminkingen. De meeste lichamen vertoonden ook tekenen van foltering. Dit was de 10 voor deze week. Vonden jullie deze video nou leuk of interessant? Vergeet dan niet deze video te liken. Hebben jullie suggesties voor een andere 10? Laat het dan weten in de reacties. Wil je op de hoogte blijven van meer video's op dit kanaal, dan kan je je altijd abonneren. Dank voor het kijken en nog een hele fijne week. En tot een volgende 10.